Hoi, ik ben Ilona en het is vandaag vrijdag 9 juni 2023 en ik wil echt iedereen bedanken voor woensdagavond die erbij aanwezig waren, die gereageerd hebben, die later gekeken hebben, de reacties. Echt dank jullie wel. Het was voor mijn gevoel echt een groot succes en ik ga dit zeker vaker doen. Volgende week donderdag 15 juni ga ik weer live om 7 uur. Dus kijk of je erbij kunt zijn en anders kun je hem later terugkijken. Maar echt iedereen bedankt. Het was heel leuk om te doen. Ook het onderlinge contact in de chat was echt heel leuk om te zien. Dus dank jullie wel. Dus dat gaan we vaker doen. En ik wil eigenlijk in deze video als eerste gaan kijken naar Canada en de bosbranden in Canada. Die woeden daar. En de bosbranden in Canada breiden zich verder uit. Duizenden mensen geëvacueerd in Quebec. Volgens mij is het, dit is nog van 3 juni, dus kun je nagaan. Het is volgens mij nog steeds gaande. En ik wilde er eigenlijk naar kijken, want ik zag ook een video of een clip van een gepensioneerde brandweerman. Die wilde meehelpen. Die had ook echt wel een expertise op dat vlak. Maar dat werd niet geaccepteerd door de regering. Of in ieder geval door degene waar die contact mee had. Van Canada om te helpen. En dat was een beetje raar. Dus het waren overheidsmensen die dat niet wilden. Dus het is een beetje een rare gang van zaken. Wat is daar nu bezig? Daarnaast is er dus rookvorming. Hoe de rook. Moet ik eventjes naar beneden kijken. Van hevige bosbranden in Canada uitwaaiert tot New York. Honderden bosbranden woeden in grote delen van Canada dat al vroeg in het seizoen kampt met ongekend hevige natuurbranden. Dit is trouwens van de NRC. Tienduizenden mensen van het westen van het land tot aan de oostkust zijn de afgelopen weken geëvacueerd, terwijl brandweerlieden proberen de branden onder controle te krijgen, bijgestaan door het Canadese leger en ploegen uit de Verenigde Staten en andere landen. Rook van de bosbranden waait ondertussen uit over grote delen van Noord-Amerika, waar miljoenen steden als Toronto en New York kampen met verstikkende luchtvervuiling. En het einde is niet in zicht. De Canadese autoriteiten waarschuwen voor een zwaar brandseizoen in de komende maanden. Dus wat is hier nu? Wat is die energie erachter? Voor mijn gevoel, zeker met die bosbranden, zou het mij niets verbazen als natuurlijk het duister daar zeker een handje in heeft. Maar ik denk dat er ook wel meer speelt. Dus ik ga gewoon even kijken wat de kaarten erover zeggen over Canada, de bosbranden. Wat is daar gaande? Eens even kijken. We hebben als eerste de Ridder van Bekers. Als tweede, dat is een interessante, de centrale kaart. We hebben staven 6. We hebben de duivel in het verleden. We hebben staven 5 onder staven 6. We hebben de zegenwagen in de toekomst en de koningin van pentakels. Dus dit zekere duister heeft hiermee te maken. Ze zitten sowieso in het verleden, maar het zou mij niets verbazen als zij in ieder geval achter wat branden zitten en dat flink aanwakkeren. Ook het feit dat er dus mensen hulp aanbieden die ook echt hiervan af weten en weten hoe ze hiermee om zouden moeten gaan. En dat wordt dan afgeketst vanuit de overheid. Zegt mij ook al dat er iets heel anders gaande is. Maar ik zie hier weer dat er iets wordt gegeven, een kans. En uiteindelijk komt er een overwinning. Dus ik heb bijna het gevoel dat er in die gebieden, misschien wel onder de grond nog, maar dat er iets van een gevecht plaats aan het vinden is. Een opschoning, een opruiming. Dus dat dit ook gebruikt wordt om andere dingen weer uit te schakelen. Dus ik denk dat dit weer een beetje een samenloop is van dat die zwarte hoeden dit bewust doen om natuurlijk heel veel chaos te creëren. En de witte hoeden gebruiken dit weer om controle terug te pakken. Om controle terug te krijgen. En om dingen ook op te ruimen en op te schonen. En ik denk ook dat er heel veel uiteindelijk gereinigd gaat worden. Ook in de lucht. En ik denk dat met New York. En wat daar gaande is dat er ook heel veel versluierd wordt. Zodat er niks zichtbaar is. Dus daar wordt ook gelijk gebruik van gemaakt. Want er gebeurt nog steeds al een hele tijd heel veel in de lucht. Er is heel veel gaande. Zeker ook daar. Dus ik denk dat er ook met buitenaardse te maken heeft. Natuurlijk zie je trouwens ook dat er nu steeds meer naar buiten komt. Dus ze zijn de mensen echt aan het voorbereiden. Wat ik eigenlijk al natuurlijk in een vorige video ook naar gekeken heb over dat buitenaardse en Project Bluebeam. Zijn ze mee bezig. Maar dit wordt een overwinning. Dus het klinkt misschien heel raar, maar ik denk dat hier heel veel mee opgelost wordt.
dat met het duister te maken heeft. Dus ook in die gebieden, misschien nog wel onder de grond of andere installaties of andere dingen die ze daar misschien nog hebben, worden nu ook gereinigd en opgelost en opgeruimd. Dat is eigenlijk mijn gevoel erbij. Maar ik denk zeker dat het duister hierachter zit en dat ze ook heel veel proberen aan te wakkeren, letterlijk en figuurlijk, om zoveel mogelijk chaos te creëren. Ze zijn daar gewoon mee bezig. Dit is nog het enige wat ze hebben. Chaos creëren, wat ze natuurlijk ook met de damdoorbraak gedaan hebben, wordt ook gebruikt door de witte hoeden. Vergis je niet, dingen worden ook gebruikt. Duister is er wel mee begonnen hoor, dus dat laat dat even duidelijk zijn. Maar goed, dan is het er. Dan kan het natuurlijk ook gebruikt worden voor allerlei dingen. En dit vuur wordt ook gebruikt om controle terug te pakken. Dus dit is uiteindelijk een overwinning, hoe raar dit ook mag klinken. En dat er nu boven bepaalde steden niet zoveel zichtbaar is, daar gebeurt ook een heleboel. Dat wordt nu ook gebruikt. Dat is mijn gevoel erbij. Maar goed, er is wel een strijd gaande. Er is een strijd gaande. En dit is nog een van de laatste dingen die ze hebben. Ja, false flags helaas ook. Het was natuurlijk nu ook volgens mij in Frankrijk op een, helaas iemand met een mes. Die heeft allerlei dingen gedaan. Ook het duister. Geprogrammeerd, MK-Ultra. Het creëren van angst, creëren van paniek. Dat is wat ze aan het doen zijn helaas. Dat is nog het enige wat ze dus hebben. False flags creëren. En die zijn dus ook wel echte met echte slachtoffer. Maar dat is echt om angst te creëren. Ze kunnen nog branden aansteken, dammen door laten breken. Ze kunnen dat soort dingen op meer kleinere schaal nog toepassen. Maar voor mijn gevoel hebben ze echt niet meer die hele grote dingen tot hun beschikking. Zoals iets nog de wereld in helpen op een hele grote schaal. En daarom zit ik ook een beetje met Project Bluebeam. Dat ik denk dat wat er naar buiten komt, dat zal dan gelijk ook weer overgenomen worden door de witte hoeden om het te gebruiken. Want ik heb niet meer het gevoel dat het duister zoveel macht gewoon heeft. Want dan hadden ze nu al lang al andere dingen gedaan. Dit is eigenlijk nog op kleinere schaal. Hoewel in Canada kan je wel echt wel spreken van een gigantische schaal. Maar goed, als je een aantal mensen gecoördineerd dingen aan laat steken, dan zeker met een droog seizoen, een wind die mee zit, laat ik zo zeggen, dan kun je met kleine groepen mensen al heel veel bereiken. Dus ik denk ook echt dat ze daarachter zitten. Maar dit wordt nu gebruikt om dingen op te ruimen, controle weer terug te krijgen. Dat is mijn gevoel erbij. Dus ik denk dat het uiteindelijk een overwinning weer zal zijn voor de Witte Hoeden. En sowieso is voor mijn gevoel dat de Witte Hoeden eigenlijk al gewonnen hebben. Maar dat we nu nog echt in een soort staartje zitten dat nog heel heftig kan worden. Nu wilde ik ook nog gaan kijken naar Amerika. Want ja, daar gebeurt nu echt van alles en nog wat. DeSantis ad showing fake AI images of meneer T, hè, Mr. T. Dus dat zijn nepfoto's van meneer T, die blijkbaar aan het knuffelen is met een bepaalde foute dokter. Heel bijzonder dat hij dat gebruikt heeft eigenlijk. En dat nu ook natuurlijk, het is ook bekend dat dat nep is. Maar nu zien mensen dus hoe overtuigend dat kan zijn. Nu worden mensen ook even geattendeerd op, let dus op wat je ziet in de media. Want als dit al zo, hoe noem je dat, aangepast kan worden en zo geloofwaardig kun je dat zo tonen, zeg maar. Het zag er volgens mij vrij geloofwaardig nog uit. Kijk, mensen weten dat het niet waar is, maar heel bijzonder dat hij dat gedaan heeft, want dan attendeert hij en wijst hij ook weer op de media. Ik zie dit echt, dat volgens mij zit gewoon een 1-2'tje tussen DeSantis en meneer T. Ik heb echt het idee dat ze dit bewust doen om dingen naar buiten te brengen over de media, hoe er gemanipuleerd wordt, hoe er gerommeld wordt. Wat er ook naar buiten is gekomen, heel belangrijk is, ik heb hier een clip gedeeld van Katie McFarland, een voormalig plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur. Die zegt dat een bepaald agentschap, een alfabetisch agentschap, dat begint met een F. Ze hebben ook een B en een I. Het ministerie van Justitie en een ander agentschap, dat begint met een C. Ze hebben een I en ze hebben een A. De Amerikaanse stemmingen van 2024 zullen manipuleren na hun succes in het manipuleren van 2016 en 2020. Omdat ze geen enkele kandidaat zullen laten winnen die hun verantwoordelijk zou stellen. Ze hebben dus nu zwart-wit bewijs dat een bepaald agentschap zich bemoeid heeft met het stemmen van 2016.
toen ze er niet in slaagde, zeg maar, dat mevrouw Hillary won, gingen ze eigenlijk volledig de administratie van meneer T. onderuit halen. En in 2020 hebben ze zich daar dus ook mee bemoeid. Dus dat komt nu allemaal naar buiten. Er is nu ook, volgens mij heeft ook dat agentschap, ik moet heel even terugklikken, sorry, maar ook het agentschap een bepaald document nu vrijgegeven met betrekking tot de corruptie van meneer B en de familie van meneer B. Dus dat is nu allemaal naar buiten aan het komen. En jawel hoor, daar komen ze weer. Meneer T wordt aangeklaagd vanwege de dozen met geheime documenten die in augustus vorig jaar op zijn landgoed Mar-a-Lago zijn gevonden. Dus je kunt nagaan dat mensen heus nu wel de link gaan leggen. Oh wacht, er komt dus belangrijke informatie naar buiten. Oh ja, dan gaan ze meneer T weer eens aanklagen. Heel bijzonder, maar mensen zien het nu ook. Het is nu zo, hoe noem je dat, over de top. Dus daar gebeurt nu heel veel in Amerika. En ik wilde eigenlijk eens even naar de energie van Amerika gaan kijken. Even kijken wat de energie van Amerika is. Even kijken hoor. We hebben de drie van staven. We hebben pentakels achter centrale kaart. We hebben zwaarde 6 in het verleden. We hebben bekers 8 onder de centrale kaart. We hebben bekers 10 voor de toekomst. En pentakels 5. En ik zit de hele tijd naar de dood te kijken. En dat is ook wel heel symbolisch. Want het oude, corrupte Verenigde Staten, of in ieder geval de corporatie Verenigde Staten, loopt natuurlijk volledig ten einde. Dat is eigenlijk ook de kaart waar de dood voor staat. Dus we zien nu heel veel gebeuren. Komt nu heel veel naar buiten. Valt eigenlijk ook niet echt meer te ontkennen. Maar het is nu echt bijna alsof er dingen continu naar buiten worden. Het is nu echt in een stroomversnelling. Het is ook even afwachten hoe het nu gaat lopen. Hoe dit nu echt allemaal bij elkaar gaat komen. Maar je ziet gewoon dat ergens naartoe gewerkt wordt. Daar wordt hard aan gewerkt. Hard aan gewerkt. En je ziet met deze, dit is in het verleden en dit is de kaart onder de centrale kaart. Dit zijn vertrekkaarten. Dus het vertrek van het oude, de corporatie van de VS, daar zijn ze nu gewoon aan het weggaan. Dat is nu in gang gezet. Dat komt gewoon volledig te vervallen. Dat hoort hier allemaal bij wat er nu allemaal gebeurt. Echt om mensen wakker te maken, nog even wakker te schudden, om dingen aan te tonen zoals met de media. Met die foto's die niet kloppen. Het is heel belangrijk dat mensen dus beginnen te realiseren van, oh, dat ziet er wel heel echt uit. Wat is dan nog meer niet waar? Dit is allemaal in gang gezet natuurlijk nu meneer T. Die weer wordt aangeklaagd voor het zoveelste. Samenvallend met iets heel belangrijks over meneer B. En de familie van meneer B. Mensen zien het gewoon. En uiteindelijk zal dit tot meer verbinding leiden. Maar ik zie nog met pentakels 5... dat er nog een heftige periode aangekomen, ook financieel. Dus ik denk ook echt wel dat we nu echt naar dat event naartoe aan het werken zijn, waarbij dingen in elkaar gaan klappen. Het financiële systeem gaat in elkaar klappen. Je ziet ook wel, de dollar valt eigenlijk weg, want de BRICS-landen gaan nu over op dat ze andere betaalmiddelen ook gebruiken in plaats van de dollar. Daar gaan ze nu weg van. Ook wordt het ondersteund door goud en zilver. Dat is dus een hele ander systeem dan waar natuurlijk Amerika op gebaseerd is en de wereld een lange tijd op gebaseerd is. Dat hele corrupte systeem dat gewoon geld uit niets maakte eigenlijk. Dus het wordt nog heftig, maar dit zal tot meer verbondenheid leiden. Amerika komt dichter bij elkaar. Het wordt, wat dat betreft zitten we nu echt in een heftige periode. Maar in Amerika zal dit uiteindelijk alleen maar leiden tot meer verbondenheid. Amerikanen gaan voor zichzelf staan. Dat ze ook iets anders willen. Dat ze ook een ander land willen. Dat dit gewoon helemaal niet meer is wat ze willen. Voelen zich in de kou staan. Want daar staat deze kaart ook voor. En ik denk ook dat het einde natuurlijk al lang al in zicht is voor meneer B. En voor de administratie van meneer B. Maar nu wordt het benadrukt. En ook die agentschappen, die met een F en met een Z beginnen, die komen nu eigenlijk ook volledig ten val. Daar moeten ook grote veranderingen, misschien vallen ze ook wel volledig weg, maar dat is er nu aan de gang. Dat wordt nu allemaal aangetoond en het komt nu allemaal naar buiten. Hier wilde ik het graag bij laten en hoop ik tot de volgende video. Dag!